Namaste, welkom op deze yogales. Ik zou zeggen, ga maar lekker zitten op je mat. Ga zitten in kleermakerszit en kijk of je een beetje comfortabel kunt zitten. Je kunt een beetje schommelen van de rechterbil naar de linkerbil. Daarmee maak je al gelijk je zitvlak wat zachter, wat opener. En maak het wat langzamer, zodat je er helemaal stil komt te zitten. Sluit rustig even je ogen, leg je polsen ontspannen op je knieën. Laat de aandacht dus even helemaal naar binnen gaan. En word je bewust van je lichaam. We gaan vandaag een yoga-sessie doen voor kracht en ook om je angsten wat meer los te laten. En we leven in een uitdagende periode. En veel mensen worden daar onzeker van. Hè? We hebben er geen controle over wat er gebeurt. En het is dan juist je lijf, hè? Juist het in je lijf zijn en bij de ademhaling blijven, wat je als het ware van binnenuit de steun geeft. En de steun komt ook vanuit je rug, vanuit je wervelkolom. En je wervelkolom is af. Zo, ja, eigenlijk je fundament, je structuur. En we kennen het allemaal wel wanneer we van die hindernissen hebben op ons pad. Dat we het gevoel hebben dat we met de rug tegen de muur staan. Ja, als het ware dat je geen kant op kan. Nou, dan krijg je vaak last van je onderrug. Dan gaat het fundament als het ware wegvallen. En dat uitzicht in pijn in je onderrug. Klachten in je middenrug komen meestal doordat je je onder druk gezet voelt door een persoon of een situatie. En je bovenrug is verbonden met je hartgebied. Dat is het gebied wat met liefde te maken heeft. Dus als je last van je bovenrug hebt, dan heeft het vaak te maken met te weinig liefde. En misschien ook van je omgeving of zelfliefde. Dus we pakken vandaag ook die rug even goed mee om ons wat extra fundament en steun te geven. Oké, zucht maar even lekker alles uit op deze nu vandaag zonnige, heerlijke zomerdag. En gun jezelf dit uur tijd om hier helemaal aan te komen. Laat het bewustzijn naar je voeten toe gaan, zodat je weer aarding kunt maken. Niet alleen via je voeten, maar ook via je benen, je zitbeenderen. Voel dat je de plek waar jij nu op zit, dat dat de enige plek op de wereld is waar niemand anders op kan zitten. Het is jouw plek. En dan heel rustig op een inademend, til je de schouderbladen op. Helemaal langs je oren omhoog en uitademend draai je ze via de achterkant omlaag. Dus inademend, trek ze helemaal op alsof je in een kleerhanger hangt. En uitademend via de achterkant omlaag. En doe dat nog een paar keer zo op je eigen ademtempo. En laat alles los wat er te veel op je nek en op je schouders rust. Hè? Al je angsten, misschien ook de dingen waar je spijt van hebt of zorgen over maakt, kun je op iedere uitademing nu helemaal loslaten. Gebruik de steun en de kracht van de adem hier heel duidelijk bij. Uit, ontspan. En dan mag je handen in een namaste-houding voor je hartgebied brengen. Druk ze zachtjes tegen elkaar aan. En voel de verbinding met je hartenergie. Vertrouw op je lichaam. Vertrouw op de yoga, op de asana's, de helende werking ervan, de ondersteuning van de adem. Vertrouw erop dicht bij jezelf te kunnen blijven deze sessie.
En maak als het ware een commitment om met de aandacht helemaal aanwezig te blijven. En met de mantra, ik blijf in het moment. Ik blijf in het moment. Adem eens heel diep in. Laat je buik naar buiten komen. Maak die buik zo vol mogelijk. Kom met de inademing nog meer in het moment. En uitademend nodig je lichaam uit om te ontspannen. Buig dan je hoofd als het ware over je hart. Het geeft een lekkere strekking in je nekwervels. Gebruik die 5-6 kilo van je hoofd om die achterkant van je nek nog wat op te rekken. Jezelf wat ruimte te geven in je nek, maar het is ook een houding van het denken loslaten en te vertrouwen op de wijsheid van je lichaam. De intelligentie van je lijf. Je hoofd over je hart gebogen. Je hart boven je buik. Adem nog een keer heel diep in. En uitademend. Zak nog dieper in je lijf. En op een inademing mag je rustig je rechterbeen wat naar achter brengen. Lukt het niet, dan doe je het gewoon niet. Je linkervoet bevindt zich aan de binnenkant van je rechterbovenbeen. En het kan zijn dat je een beetje helpt naar links toe. Probeer dan juist het gewicht wat terug te brengen naar rechts toe. En je kunt op een inademing even je rechterheup wat naar voren duwen. En uit weer, als het ware met je rechterbeel, de mat kussen. Dus til maar je rechterheup wat op. En uitademend kus met je rechterbeel de mat. Doe het nog één keer. Duw hem wat naar voren je rechterheup. En uitademend. Laat hem nou helemaal los. Probeer zoveel mogelijk het gewicht in die rechterkant te plaatsen. Verder helemaal ontspannen de benen. Adem rustig in. Arm gaat omhoog. Maak je lang, uitademen, draai om je as naar rechts toe. Plant je vingers of je hand achter je zitvlak. Linkerhand plaats je op de zijkant van je rechterbeen. En kijk over je rechterschouder naar achter. Kijk of je rug nog wat kunt rechten. Adem een paar keer goed door. Schouders blijven laag. Je lift zoveel mogelijk het borstgebied. Kin is wat ingetrokken. Inademend mag je je hoofd helemaal naar links toe draaien. Kijk over je linkerschouder. En uitademend draai je hoofd weer helemaal naar rechts toe. Kijk over je rechterschouder heen. En doe dat nog een paar keer. Inademend, kijk over je linkerschouder. En uitademend over je rechter. En voel die draaiing in je nek. En als je weer over je rechterschouder heen kijkt, kom je inademend weer omhoog met je armen op. Maak jezelf lang. Strek jezelf helemaal door. En uitademend draai je naar links toe. En je rechterhand gaat richting het linkerbeen. En je linkerhand weer achter je zitvlak. En draai uit. Je kunt niet zo ver in deze houding. Kijk over je linkerschouder heen. En forceer jezelf ook volledig niet. Kijk als je merkt dat er heel veel spanning komt op je rechterheup en je rechterlies, dan strek je het been gewoon naar voren.
Inademend, rustig, kijk over je rechterschouder naar achter. En uitademend over je linkerschouder. En wissel dit nog een paar keer af op de ademhaling. Voel de draaiing ook in je nek. Adem naar de plekken toe die gespannen zijn. Maak die nek helemaal los. En als je over je linkerschouder kijkt, kom je inademend weer omhoog. Maak je de benen weer helemaal recht. Strek ze naar voren toe. En uitademend even je hand ruggen op je bovenbenen. En kijk of je de vrijgekomen energie kunt volgen. Probeer het niet te vinden, maar laat het jou vinden. En welke delen zijn nu in je aandacht vooral aanwezig? En dat zijn de delen in je lichaam waar de meeste energie nu vrij is gekomen. Dan wisselen we. Mag je je rechterbeen intrekken en je linkerbeen mag je nu naar achter brengen. Als dat lukt, anders de benen gewoon recht naar voren. En je merkt nu de neiging dat je naar rechts toe gaat. Probeer juist het gewicht wat naar links te brengen. En inademen, duw eens even je linkerheup wat naar voren. En uit. Kus als het ware met je linkerbeen de aarde, of bijna de aarde. Inademend, duw hem naar voren. En uitademend, rustig weer met je linkerbeen de aarde kussen. En dan laat je rustig je been goed naar beneden zakken. En op een inademing kom weer omhoog met je armen. Maak je lang, strek je helemaal goed door. En uitademen, draai naar links toe. Linkerhand achter je zitvlak. Rechterhand tegen de zijkant van je linkerbeen. Kijk over je linkerschouder heen. Schouders zijn laag. Lift je borstgebied. Inademend, draai het hoofd naar rechts toe. Kijk over je rechterschouder. Voel de beweging in je nek. Uitademend, draai naar links toe. Wissel het nog een paar keer af in je eigen ademritme. Het is belangrijk om ook daarnaar te luisteren. De volgende inademing kom je weer rustig omhoog. Armen goed strekken, maak jezelf zo lang mogelijk. En uitademend, draai de andere kant op. Rechterhand achter je zitvlak. Linkerhand tegen de zijkant van je rechterbeen. En draai je hoofd naar rechts toe. Inademend, kijk over je schouder naar links. Uitademend naar rechts. In, draai naar links. Uit, draai naar rechts. In, draai naar links. Uit, draai naar rechts. Voel die beweging van je nek. Inademend mag je met je armen weer helemaal omhoog komen. Maak je zo lang mogelijk. En uitademend laat je schouders zacht worden. En kom weer zitten in Sukhasana of wel kleermakers sinds. En als je het prettig vindt, mag je ook je enkels nog iets naar voren schuiven. Voel maar waarop de houding wat voor jou prettig is.
En dan rustig maak je cactusarmen. Je ellebogen die zijn precies op schouderhoogte. Ja, je vingers spreid je als de stekels van de cactus. Oké, je rug maak je zo recht mogelijk. Ja. Adem in. Breng je schouderbladen naar elkaar toe. Uitademend ontspan. Een beetje, een heel klein beetje. Je gaat niet helemaal naar voren. Dus in. Schouderbladen naar elkaar toe brengen. En uit, weer ietsjes los. Houd op schouderhoogte. Volg je eigen ademhaling. Laat de stekels van de cactus goed recht zijn, dus je vingers. Voel dat je je handen doorstrekt. Je mag ook door je mond uitademen als je dat prettig vindt. Zie jezelf maar als een grote cactusplant. En laat alle spanning uit je bovenrug los wanneer je uitademt. Inademt, maak het vrij. Uit, laat het los. Open je hartgebied, voel wat er aangeraakt wordt. En zeker wanneer de weerstanden komen, laat de weerstanden los. Geef niet te snel op. Die mind is daar een expert in en snel opgeven. Maar hou vol. Je kunt niet forceren in deze houding. Voel de warmte die vrijkomt achter in je nek, tussen je schouderbladen. En uitademend, alles weer laten smelten. Laat je polsen zakken naar je knieën. En ga met je innerlijk oog kijken naar de spieren in je nek. Voel wat daar aan ervaringen komen. Voel die grote spier die vanuit je nek naar je schouders loopt. Stel je maar voor dat je helemaal zacht wordt. Adem dan nog een keer heel diep in. En uit. Alles loslaten. Mag je op je handen en op je knieën gaan staan. En check ook even alle details. Je vingers zijn bij elkaar nu. Je knieën zijn onder je heupen en je rug is zo recht mogelijk. En dat betekent ook dat je nek recht is. Dus je kijkt naar de mat. Dus je laat niet je hoofd hangen of je tilt je hoofd op. Je kijkt naar de mat en duw jezelf als het ware vanuit je kracht van de armen omhoog. Je spant je armspieren wat aan. Dan zet je de tenen gekruld neer. Voel de stretch bij de tenen. En ga met je aandacht naar je haren toe, je buik toe. We gaan wat kracht opbouwen in deze tijd. Armspieren goed aanspannen. Adem eens naar je haren toe, net onder de navel. En uit, doe het nog een keer. En op de volgende inademing. Kom je iets omhoog met je knieën, niet te ver, misschien maar 6, 7 centimeter van de grond. En voel het samenwerken van al je spieren. Voel de kracht die je hebt. Ik ben sterk en krachtig. Adem heel goed door in de houding. Voel wat er aangeraakt wordt. Span je armspieren aan. Je kunt het echt wel even volhouden. Als je last hebt van je polsen, mag je ook vuisten maken, op je vuisten steunen. Maar voel maar wat er gebeurt in je lijf.
Diep doorademen. Je kan de Ujjayi breath doen. Dat is de ademhaling waarbij je je keel een beetje aanspant. Het geluid maakt alsof de golven in de oceaan stromen. Oké, uitademen. Langzaam weer ontspannen. Oké, leg je wreven even lekker op de mat. En voel de ontspanning komen in je benen. Gaan we nog even door naar de koe en de kat. Inademen, til je hoofd op de koe. En doe het eens heel bewust. Kijk hoe groot je die koe kan maken. Met andere woorden, in hoeverre ben je in staat om jezelf te openen. Uitademend ga je naar de kat toe. Het kind naar je borstgebied, bilspieren aanspannen. Zoals het ware ook weer een houding van overgave. Wanneer we geen controle hebben, kunnen we loslaten in deze houding. Maak je rug goed rond. Inademend weer naar de koehouding. Open jezelf maximaal. Voel het helemaal in je buik, in je navel, in je maagstreek. En uitademend maak je rug zo rond mogelijk. Kin aan je borstgebied. En inademend nog een keer koeien. En uitademend nog een keer katten. Nog een keer in. Koeien. En til echt je kin ook helemaal op. En uitademend nog een keer katten. Trek je staart als het ware helemaal in. En uitademend terug in tafelpositie. Ontspan je rug. Mag je tenen gekruld neerzetten. Armen iets naar achteren brengen. En inademend omgekeerde hondhouding. En ga dan eens even met je eigen hond aan de wandel. Door gewoon heel lekker relaxed zo je benen te buigen. Een van de mooiste houdingen ook binnen de yoga. Maak de heupenergie vrij. Achterkant van je benen brengt de verloren energie weer terug. En de kunst is echt dat je je afzet op de muis van je handen. Dus ga niet naar voren toe. Zodra je afzet op de muis van je handen, kost het eigenlijk amper energie. Je kan het makkelijk met één hand doen, deze houding. Maar op het moment dat je naar voren gaat, dan forceer je die polsen. Dus blijf even lekker aan de wandel. Super, dat is even goed uit. Op je hoofd even wat meenemen. Oké, even de omgekeerde hondhouding voelen, ervaren. Laat je billen zoveel mogelijk naar boven gaan. En voel het plekje tussen je schouderbladen in. Het werkt ook prachtig op die rug, deze houding. Hè? Zowel de onderrug, middenrug als bovenrug. Inademend je rechterbeen wat omhoog brengen. En stap naar voren met je rechtervoet. Heel goed. Mag je linkerknie op de mat leggen, je linkervreef ook. En let op dat je je rechterknie zo boven je rechter enkel hebt. Nou, je mag je beide handen aan weerszijden van je rechtervoet plaatsen. Linkerbeen zoveel mogelijk naar achteren strekken. Wreef is op de mat. Dus let op dat je echt het been naar achter strekt, zodat je ook ruimte krijgt, hè, bij je linkerlies. En je hoofd is wat op. Je borst opent zich wat naar voren toe. Adem ruim en diep in deze houding. Juist naar de plekken die zich me melden. En als je het prettig vindt, mag je ook verder omhoog komen. Je handen op je bovenbeen leggen. Kijk maar wat voor jou oké is.
Lift je hartgebied zoveel mogelijk. Schouders gaan erachter. Maar jij voelt wat voor jou goed is. En heel veel stress en spanningen en uitputting komt doordat we onszelf vergelijken met anderen. Maar je hebt jouw lichaam, jouw leven. Eer de grenzen van je lichaam. Voel wat voor jou mogelijk is. En van daaruit ga je werken. Voel tevens de balanspunten die er in je lijf zijn. Schouders goed laag. Hart opent zich naar de zon toe. En uitademend mag je het gewicht wat naar achteren brengen. En dan strek je als het ware je rechterbeen. En ga niet met je billen helemaal naar achter, maar hou je billen boven je linkerknie. Oké, en dan je tenen goed omhoog brengen. Het maakt niet uit hoe ver je komt. Kijk maar even of je zo kunt smelten over dat gestrekte been heen. En neem ook rustig de tijd om in deze houding te ademen. Die asana's hebben tijd nodig om door te werken. Voel dat de ademhaling je steun is in de houding. Adem rustig, ritmisch, regelmatig, in en uit. En adem dieper dan dat je normaal gewend bent te doen. En je kunt, als je het lastig vindt, kun je ook gewoon rustig gaan tellen. Er valt niets te bereiken. Er valt alleen maar aanwezig te zijn. En op het moment dat je aanwezig bent, sta je in je kracht. Kan niet anders. En je voelt zelf wanneer er een stukje ruimte is om misschien nog een klein stukje voorover te gaan, zonder dat je jezelf erbij forceert. En heel rustig, trek je rechterbeen weer een beetje bij. Zet hem om die rechterknie onder je rechterheup. Zet de tenen weer gekruld neer. Arm gestrekt naar achter. Even weer in die omgekeerde rondhouding. En je mag rustig weer even lekker zo wat lopen. Duw jezelf naar achteren toe. Strek je hakken zoveel mogelijk richting de mat. Oké, even helemaal staan in die omgekeerde rondhouding. Lekker doorzuchten, dat helpt vaak. Maak die adem vrij. In de adem, je linkerbeen omhoog brengen. En stap naar voren. Een grote, ruime stap is dan. Misschien moet je nog even helpen. De rechterbeen zoveel mogelijk naar achteren brengen. Ja. En let erop dat je linkerhak zich onder je linkerknie bevindt. Misschien moet je even kijken en dan schuif je nog wat. Rechterbeen is echt helemaal naar achter. Dus prachtig ook weer voor die psoaspier. Als je last van je knie hebt, kan je ook altijd een kussentje onder je rechterknie leggen. Neem rustig de tijd om in de houding te zakken, te zinken. En als je de neiging voelt om wat meer omhoog te komen, dan mag dat.
Neem je tijd, forceer het niet. Hè. We hadden het er net over. Vergelijk je niet met anderen, maar voel wat er mogelijk is. Op een inademing lift je je hartgebied. Op een uitademing laat je schouders goed los. En de aandacht zit echt bij je heupgebied en je bekkengebied. Laat de spanning vanuit de psoas los. Dus vanuit je onderrug door je bekkenbeen. En door je bekken naar de kop van je bovenbeen. Voel dit gebied, laat het los. Goed doorademen, voel waar de reacties komen, voel ook het evenwicht, de balans in de houding. Ademhaling gaat naar je buikgebied toe. Oké. Uitademend, rustig. Je linkerbeen gaat strekken. Misschien moet je niet schuiven, kan ook. Of je rechterknie is naar achter. Probeer de rechterknie onder je rechterbil te houden. Linkerbeen is gestrekt. En je neemt ook nu weer heel rustig zo de tijd om over het been heen te smelten. Dus neem gewoon de tijd. Je hoeft niets te forceren. Alles is goed. Je voelt prachtig die strekking zo aan de achterkant van je been. Voel die stretch daar. En wanneer de pijn komt, echte pijn, dan ga je iets te ver. Maar een beetje strekken en een beetje pijn is niet zo heel erg. Gebruik dan een diepe inademing en een diepe uitademing om de spanning los te laten. Misschien zijn we de laatste tijd te veel op spanning. Laat het los. Hoe langer je in de asana bent, hoe meer de asana ook zijn werk gaat doen. Je voelt misschien dat er wat ruimte komt of er komt een trilling. Kan allemaal. Ieder lichaam is uniek. Heb je last van je knie, mag je altijd een kussentje onder je knie doen. Zorg ook goed voor jezelf tijdens deze yoga-praktijk. Zucht alles uit, laat alles los. Tenen van je linkervoet omhoog laten wijzen. Dat is belangrijk. Het is echt je hak die van je afgestrekt is. Oké. Langzaam je linkerknie weer op de mat zetten. En even ontspannen in tafelpositie. Voel de strekking, de warmte. En dan zet je tenen weer even rustig gekruld neer. Ga je door naar de omgekeerde hondhouding weer. En weer lekker wandelen. Maak alles lekker los. Je mag ook je voeten optillen. Voel maar wat je prettig vindt. En je masseert jezelf als het ware. Armen goed strekken. Dat is de kunst van deze houding. Armen gestrekt. Zet je af naar achteren toe. En masseer als het ware die benen, die billen, die onderrug, die heupen. En dan langzaam loop je rustig naar voren. Stap voor stap. Totdat je voeten onder je heupen zijn. Je houdt je knieën gebogen. En pak rustig eens even je ellebogen. Voel dat je zo helemaal voorover gebogen kunt zijn en blijven. Alleen deze houding is al heel helend, verkoelend, kalmerend voor het zenuwstelsel.
En je kunt heel zachtjes een beetje zo om je benen naar links en naar rechts gaan. Niet forceren, nog heel klein. Doe het maar op de in- en op de uitademing. Knieën blijven heel zacht, heel gebogen. Zucht af en toe echt eens even lekker door en het geeft zoveel ruimte. Alles is zacht, alles is vrij. Oké, ik kom langzaam weer in het midden. En heel rustig, laat je armen eerst even zakken. En dan het gewicht wat naar voren, naar achteren brengen. Voel je voedsel. En dan duw je die zolen heel goed in de mat. En dan stapel je echt wervel voor wervel je rug weer op elkaar. Neem echt je tijd ervan. Dan hou je ogen gesloten. Maar kijk wat je kunt opmerken als je zo langs die onderrug, middenrug, bovenrug gaat. En als laatste je nek. Oh, je hoofd recht op je rug. Oké. Voel de zwaarte via je voetzolen. De aarde instroomt. En voel de lichtheid vanuit je hoofd weer vrijkomt. Adem eens goed door, voel het staan. Het geeft je al heel goed gevoel van vertrouwen en kracht wanneer je echt mooi rechtop staat. Dat betekent dat je knieën ietsjes van het slot zijn. En kijk maar of je je staartbeentje wat in kunt trekken. Die holte uit je rug weg kunt duwen. Ja. En van daaruit lift je je borstkas. Je hart opent zich als een bloem naar de zon toe. En je schouders die rollen naar achteren toe. Je armen zijn laag. Kin is iets ingetrokken. Sluit eens je ogen als je dat nog niet gedaan hebt en neem jezelf zo waar in deze houding. En kijk of je dan ook rustig in je buik nog kunt ademen. Op een inademing maak je buik bol. En op een uitademing trek je navel naar je wervelkolom toe. Iedere inademing naar je buik ademen. Uit, trek die navel in. Voel als het ware als een soort blaasbal hoe die buik werkt. Ik sta in mijn kracht. Recht opstaan geeft een gevoel van power. Dus let op je houding. Oké, gaan we lekker even weer een beetje flowen. Heel goed, adem in. Beide armen langs je oren omhoog. Uitademend, buig maar door je knieën als een vogel. Ga je omlaag, knieën zijn gebogen, hoofd gaat mee. Inademend, strek je benen en duw je dijen met je handen naar achter. Maak je rug zo recht mogelijk, een hoek van 90 graden. Uitademend, weer helemaal omlaag komen. Inademen met een scheppende beweging. Kom weer helemaal omhoog. Strek even helemaal door.
Uitademen, trek je armen zijwaarts en een duiklucht omlaag. Inademen, strek je benen, duw je dijen naar achterhoek van 90 graden. Uit, weer lekker omlaag. Inademen met een scheppende beweging omhoog. Uitademen, armen zijwaarts. Duik helemaal omlaag. Hoofd gaat mee. Hè? Inademen, strek je benen. Doe het dijen naar achteren toe. Maak je rug zo recht mogelijk. Uitademen, weer omlaag. Inademen, nu met een scheppende beweging omhoog komen. Rek jezelf helemaal uit. Pak de zon uit de hemel. En uitademen. Namaste voor je hartgebied. Voel rustig even na. Deze prachtige flow. Deze stroming, de energie. Mag je een ruime spreidstroom nemen. En duw dan als het ware het gewicht wat naar de buitenkant van je benen en je voeten toe. Voel dat je stevig die zolen van je voeten en vooral in die buitenkant in de mat plaatst. En dan heel rustig op een uitademing ga je voorover. Dat is meer vooroverkomen. Ja. En dan laat je je rechterhand richting je linker enkel gaan. Draai je rompvat mee naar je linkerbeen toe. En op een inademing vouw jezelf open naar links toe. Kijk mee met je linkerhand. Adem door in deze prachtige driehoekshouding. Word je bewust van de toppen van je vingers. De rechterschouder nog wat naar voren duwen. Uitademend maak je zacht. Ook je knieën even zacht maken. En inademend je linkerhand naar je rechter enkel brengen. En je rechterarm omhoog. Kijk mee met je rechterhand. Voel die driehoekshouding. Adem een paar keer heel goed door. Uitademend, maak je weer helemaal zacht. Ook je knieën zacht maken. En inademend, ook je linkerarm weer omhoog brengen. Kijk mee, beide benen zijn gestrekt. Ja. Doe je rechterschouder ook naar voren. Maak je goed diep doorademen, ook naar je buik. En uitademen, maak je weer zacht. Ook je knieën gaan als het ware over de bodem naar rechts toe. Linkerhand plaats je op je rechter enkel. Kom inademend weer omhoog. Kijk mee, voel die driehoekshouding. Uitademend langzaam weer door je knie heen. Lukt het niet om je hand op je enkel te leggen? Uiteraard mag je hem ook boven je knie leggen. Dus ook jij voelt hoe ver je kunt gaan. Dus je kunt hem ook hoger doen. Dat is ook dezelfde houding. Dus voel maar wat mogelijk is. Forceer niets. Er is geen excuus om op te geven. Uitademend weer een keer omlaag. En inademend. Weer naar rechts toe.
En uitademend weer omlaag. Zak even lekker door je knieën heen. En op een uitademing laat je bekken nog wat dieper zakken. Inademend lift je je bekken een stukje uit. Laat je hem nog wat dieper zakken. Voel dat je in je lijf komt. In je bodem. Alles loslaten. Dus beweeg dat bekken wat naar boven, naar beneden. Kijk maar in hoeverre je kunt komen. Je hoeft niet helemaal omlaag te gaan. Ook niet helemaal omhoog. Maar voel dat je echt hier in je liezen deze houding kunt voelen. Voel dat je laag in je liezen zit. Voel dat je staat stevig. In je fundament, in je bodem. Oké, en dan mag je gaan zitten. In de viermaker zit. Kruis je benen. Op een manier die voor jou prettig is. Dan mag je je vingers in elkaar springen. Mag je je handen in je nek leggen. Ja. Heel goed, ellebogen wijzen naar voren. Voel even hoe je prettig zit. Misschien moet je enkels ietsje naar voren schuiven. Kijk nog wat mogelijk is voor je. En terwijl je vingers al goed ineen gestrengeld hebben achter in je nek, ga je rustig voorover buigen. Dus variant op de schildpadhouding. En kijk maar hoe ver je komt. Je hoeft niet per se je ellebogen op de mat te brengen. Prachtige oefening voor doorbloeding in je wervelkolom. Adem naar je schild toe, adem naar je rug toe. Geef jezelf als het ware dat steuntje in je rug wat je nodig hebt. Adem heel diep in, trek de adem via je neus langs je wervelkolom naar je onderste wervel. Hou hem daar even vast. En adem rustig weer uit. Doe dat een paar keer. Voel dat je langs je wervelkolom kunt ademen. Ontspan je nek. En rustig laat je armen weer los. Rol je rug wervel voor wervel weer omhoog. En ga dan lang uit op je rug liggen voor de ontspanning. Geef jezelf volledig de ruimte, je benen wijd uit elkaar, je armen. Langs je lichaam. En blijf volledig in je lijf en in de krachtige uitwerking van de asana's. Adem nog gerust een keer heel diep in en heel diep uit. Je ademt als het ware een paar tellen in en een paar tellen uit.
En wees je heel bewust van de kalmte en van de uitademing vooral. En visualiseer dan een roze roos in de knop. En die knop die zit ter hoogte van je hart. En om die knop heen zitten van die kleine groene schutblaadjes. En waarboven net dat kleine puntje roze te zien is. En zie je ook de steel met de doornen eraan, de blaadjes en zelfs zie de wortel van de roos. Die is krachtig, die is stevig. Op een inademing helemaal met je aandacht naar die roos toe en zie die roos helemaal voor je. Met iedere uitademing wordt die helderder en helderder. Zie ieder detail van die roos. En plaats dan als het ware die roos in de linkerkant van je lichaam. De knop van de roos leg je in je hart. En de steel door de linkerzijde naar beneden. En de wortels in je linker heupgebied. En wanneer je inademt. Adem je als het ware in de rozenknop. En op iedere uitademing gaan die blaadjes stuk voor stuk langzaam open. Inademend adem je in de rozenknop en uitademend gaan die blaadjes blaadje voor blaadje open. En op iedere uitademing opent die roos zich steeds verder. Totdat je ook in het hart van de roos kunt kijken. En kijk eens in het hart van de roos. Welke unieke talenten vanuit jouw hartenergie via deze roos naar je toe komen. En laat deze kwaliteiten als het ware je hele hart vullen. En laat ze ook weer uitstromen door je hele lichaam heen. En laat dan heel rustig het beeld van die roos helemaal vervagen. Laat het los. En word je weer wat meer bewust van de ademhaling. Ademhaling
Die stroomt in iedere cel en iedere vezel van jouw lichaam. Iedere atoom van je lichaam. Je mag wat dieper inademen. En je mag ook wat dieper uitademen. En het is alsof je via die ademhaling weer helemaal ontwaakt in dit moment, het nu. Ik ben aanwezig in het moment. En ik sta in verbinding met mijn kracht. Ik heb vertrouwen. En neem rustig je eigen tijd om verder bij te komen. Als je nog even wilt blijven liggen, blijf je even liggen. Je kunt ook, als je dat fijn vindt, even rechtop zitten. Aandacht blijft bij je hartgebied. Maar neem je tijd. Namaste.